natie door aangeschud. Oehoerend haat, want ze had het van de motorcross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar tiet verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Een teamnaam verzinnen en degene met de meest, mooiste teamnaam krijgt punten. Voor elke vraag krijg je ook punten, uiteindelijk met de meeste punten die je vindt. Ja, ja. Nee, teamnaam maken! Ja. Kun je vragen nog 10 seconden? Ja, dat is mooi, schattig! Ja, kan je dat doen? 2, 1, 4! Jullie zijn Frederik de Pony tegen. Pixie naar Pixie, we zorgen jou gisteren hebben. Tegen Pixie, ja. Wie het eerste aanraakt, je moet antwoorden. Is de vraag goed, krijg je 1 punt. Is de vraag fout, krijg je min 1 punt. Vraag nummer 1. Dus ga een beetje erbij staan om te helpen. Wat heeft 2 hoofden, 6 benen en 1 staart? What the fuck? Je moet er aan mijn hand draaien. Een fantasiedier. En wat is het van een fantasiedier? Ja, een draak. Een draak. Ja, een draak. Een draak. Een draak. Nee. De hond van Harry Potter. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is waar. Hij heeft niet 6 benen. Oh. Hond heeft poten. Antwoord is... Oh. Een man op een paard. Oh. Wat? Ja. Heeft ogen, maar kan niet zien. De jongens. Blinde man. Fout. Oh, wat een man. Nee, ook fout. Wat? Een dobbelsteen. Oh. Maar wel fout, dat is wel hoe meer ik droom, hoe natter ik word. Wat ben ik? Een natte droom. Nee! Waarover praat je als je niets meer weet te vertellen? Probeer maar dan. Waarover praat je als... Of iemands lievelingsdier of kleur? Nee, het is dat toch kunnen? Hé, hey, Anouk bent gewoon serieus al die antwoorden. Ja, maar hoe, nee. hoe noem je dat als je dat... Koetjes en kalfjes? Ja. Ja, 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 het is de middag eten. Als jij mijn zoon bent, maar ik ben niet jouw vader, wie ben ik dan wel? Schoonvader. Schoonvader. Wacht even, even, even. Je oom is niet goed. Dus niet mogen we maken. Schoonvader. Eén voor de jongens en 3 voor de meisjes. Nee, klopt niks van. Klopt wel. Klopt. Ach, hoe dan? Nee, dit zijn ze. Dit zijn ze. Mag ik ook eens één roosje? Het team dat als eerste 3 personen heeft, die waar ik van heb gehoord, die heeft gefloten. Het team waarvan 3 personen heeft gefloten, krijgt 3 punten. En we beginnen nu. Ik Nee.
nee. Sam, kom op dan! Ga even! Heren dat er. Hij is nog niet geweest! Ja, wil hij dat? Je krijgt meer bacteriën binnen via het aflikken van een wc-bril dan bij tongzoenen. Ja, waar? Niet waar? Dat is waar! Dat is waar! Zonder niet! Heel goed! Het antwoord is niet waar! Waarom zit een zak chips altijd maar half vol? Oh ja, dat A. Omdat ze er lucht bij stoppen, waardoor de chips heel blijft. Omdat ze er lucht bij stoppen, zodat de schappen in de supermarkt voller lijken. Of C. Het is een marketing truc. Je eet hierdoor sneller de hele zak chips in één keer leeg. Hierdoor koop je sneller weer een zak chips. Ja. Heb je het opgeschreven? Draai erom. Het juiste antwoord is A. Niet C. A. Ja! 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 Is ooit echt op de markt gebracht? Oh, ik lees het niet voor de eerste keer. Welk drankje is echt ooit echt op de markt gebracht? Brain tonic, mengsel van koeienhersenen en koeienurine. India was dat? Of Rumble Simbar, mengsel van cactussap en zand. Schuurt de maag lekker in de zoet. Bilk, dat is een derde melk en twee derde bier. Uit Japan om het melkoverschot weg te werken. Wat zijn het die? Is het een koeienhersenen of koeien? Moet je daar helemaal op zien? A, B of C? Is het B, mensen van cactussap en zand? Of C, mensen van melk en bier? Ja, C. B. Het antwoord is... C. Het antwoord is... C. Koning Willem de Eerste moest in 1831 duizenden nieuwe geworven soldaten van uniform voorzien. Er was geldnood, tijdgebrek en niet genoeg op voorraad. Daarom liepen de soldaten in hoedjes van papier. Daar komt het liedje vandaan. 1, 2, 3, hoedje van papier. Het waar of niet waar? Ja. En is het niet waar? Draai maar om. Oh, wij hebben waar. Het antwoord is waar. Wat helpt tegen rimpels? Ik ben jouw dagcreme. Naast het eten van 10 eetlepels tomatenpuree gemengd met olie. Elke dag. Elke avond tandpasta op je gezicht smeren. Of elke avond een gezichtsmasker van chocola. Hij is niet op het zicht, maar met één. Het antwoord is niet C. Het antwoord is A. Dames hebben 8 punten. En de heren hebben 4 punten. Vijf personen dat die goed kunnen spellen. Team met de meeste juiste woorden, die krijgt 5 punten. In 1 minuut de tijd, die gaat nu in. Je mag mij helpen. Ja, je mag helpen. Ja, Frost! Ja, Frost!
Jullie hadden drie woorden. En jullie hadden ook drie woorden. Dus allebei 5 punten. Wij zijn voor! Ja, je moet! Dus de score is nu 13 punten. Voor de meiden. En 9 punten. Oké, wie zit er dichtstbij? Ik stel een vraag. Jullie moeten allebei een getal opschrijven. En wie zit er dichtstbij? Hoeveel harten heeft een worm? Dat is toch geen rekenen? Jawel, dat is... Ja. Hoeveel? Oh, zo! Oh, je kan wel. Ik wil het graag zien hier. Oh, lees het toch niet. Het juiste antwoord is 10. Oh, laat me zien. Woe. Het antwoord begint met een 4. Ja, het is 40. En het tweede getal, ja, het is 40. Hoe lang kan een kakkerlak leven zonder hoofd? Dat is een half 10 uur. En wat hebben de dames opgeschreven? 3 weken. Het juiste antwoord is 9 dagen. Een koe. Het was een koe, hè? Hoeveel drinkt een koe per dag? Een koe van Ja. Meiden, wat hebben jullie? Drinkt is het. Anne stilte. Ik wil graag kunnen horen, wat hebben jullie opgeschreven? 7 liter. Nee. Een volwassen koe drinkt alleen maar water en voer. Geen water. Dankjewel. Ja. Het antwoord is 150 liter. Wat? Ik was meer dan 50 liter. Zelfs ik. Maar ja, dat was het. 3000 liter. En wat hebben de dames opgeschreven? 240. Het antwoord is... Dames zitten dichterbij. 200. 56. En 6. Hoeveel keer zijn eigen gewicht kan een mier dragen? 15. En de heren? 10 keer. Het antwoord is... 50 keer. Ik weet het, Thijs, je weet het. Hoeveel vakjes heeft de schaakbord? Draai maar om, wat hebben de dames? Ik hoop niks van. Wat hebben de dames? 64 voor de dames. En 112 voor de heren. Ik heb goed nieuws, iemand heeft precies het juiste. Ja, het getal is 64. Nu als je het goed hebt, krijg je een extra punt. Jee. Als je het precies hebt. Als je precies hebt. Hey, maar dit is het antwoord. Nou ja, het is weer goed geraden. Je hebt allebei goed. Allebei 2 punten. Allebei 2 punten. Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie samen bij elkaar opgeteld? Hey, Drie. Ja, waarom? Jouw hoofd is 3. Ja. Het leuke is... Zeg, jij hebt er geen. Bert heeft... Dit is zo'n streepie. 1 wenkbrauw. Maar Ernie
is helemaal geen wenkbrauwen. Het dus antwoord is één. Wie dichter erbij zit. Het is nul. Er wonen helemaal geen tijgers in Afrika. Oh, ja, wij. Dus de dames zitten weer. Ja! Er doorheen. Het team die als eerste er helemaal doorheen is. We gaan in het rijtje af. Eén voor één. Je mag elkaar niet helpen. Ga je erdoor? Als je door bent, ga je erachter staan. Je mag zelf weten hoe je doorheen gaat. Stil. Degene waarvan het team het eerste allemaal doorheen is geweest en die daar achter staat. Die krijgt 10 punten. Nu niet, als je klaar bent. Zijn jullie? Snel! 3. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Zorg dat je gaat. 3, 2, 1, begin. We waren helemaal blij met de naam van de jongens. Dus de jongens hebben gewonnen. Troostprijs.